Van de woordvoering krijg je dan: er worden vorderingen gemaakt, maar er is nog geen overeenkomst. Dus inhoudelijk valt er op dit moment nog niet zoveel te zeggen. Het moet gewoon gebeuren. Nou, ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, de andere twee mensen niet. Maar mensen moeten geld betalen om mij te kunnen zien. En dat is natuurlijk. Het is afgesproken dat in 20. Wat zegt u? Mensen moeten geld betalen om mij te zien. Ja, omdat ik woon in Westdorpen, in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ja. Jij moet inderdaad die 7 euro betalen, wil je naar mij toe kunnen komen. Dus dat is helemaal van de zotte. Maar wat speelt hier nou? Is dit gewoon een prijsmechanisme, gewoon een inkomstenbron waar ze fouten zijn? 2025, daar is een afspraak en dat moet gewoon tolvrij. Kijk, er is ooit een afspraak gemaakt, 30 jaar tol betalen. Zie je het als een hypotheek die je in 30 jaar afbetaalt. We zijn een eind, maar nog niet helemaal. Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen uiteindelijk nu van de tol af. Ja. Als Zeeuw lobby ik daar al jaren voor. En inderdaad, achter de schermen wordt hard gewerkt. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we binnenkort ook witte rook gaan zien. Want alle lichten staan op groen. Alleen het is nog niet helemaal geregeld. Maar wat is de laatste hiccup dan? Nou, de laatste hiccup is als volgt. We hebben 147 miljoen inmiddels gekregen vanuit het ministerie. En dat is dat we dus 5 jaar eerder tolvrij zijn. Dus vanaf 1 januari 2025 tot 1 januari 2030, dat geld hebben we binnen. Wat gebeurde er met de val van het kabinet? Betalen naar gebruik werd controversieel verklaard. En in één keer kregen we een gat van 2030 tot 2033. Want die hadden we al binnen. Want dan zouden we betalen naar gebruik. Dus per kilometer betalen geen tol meer. Daarover voer ik momenteel gesprekken met minister Harbers. Die verlopen constructief. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we binnen niet al te lange tijd daar iets specifieker, wat is niet al te lange tijd? Hebben we het over dagen of over weken? Nou, we moeten vooral niet in maanden denken. Daar doen we het mee.